De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is better chic. Dag Glenn, goedemiddag. Goedemiddag, leuk. Welkom bij AED Studios. Ja, ik moet zeggen, het was heel indrukwekkend toen ik de oprit mocht oprijden. Dat was heel leuk om te aanschouwen. Dit heb ik al regelmatig gehoord, uiteraard. België is een klein land en daarin hebben we een heel groot filmstudio-complex of televisie of evenementen of rehearsals, zelf congressen. Het is een 50.000 vierkante meter en soms zijn wij Belgen niet genoeg chauvinistisch. We durven al eens over ons bier praten en onze voetbal en onze chocolade, maar vergeten dat er heel veel sterke bedrijven in België zijn. En één daarvan is uiteraard AED, waarvan in de groep AED Studios het meest bekende is. Ja. Ja, we kennen u ook inderdaad voornamelijk dan een van de grootste, alleen ondertussen ook in Europa denk ik, van de grootste mediacomplexen die er toch is, alleszins toch in België. Uiteraard ben je veel meer dan dat. Wie is eigenlijk Glenn Roggeman? Glenn Roggeman is iemand die als passioneel heeft altijd zaken gedaan. En ook in een driehoek, maatschappelijk verantwoord. Ik vind dat het belangrijk is dat we ook verschillende lagen van de maatschappij een kans geven. Ecologisch verantwoord. Ik vind het zeer vuil dat mensen soms rijk worden met de natuur naar de kloten te doen, zal ik het onmooi of onvriendelijk zeggen. Ik vind die drie pikkel maatschappelijk verantwoord, dus mensen, ecologisch, natuur. Ik was het eerste bedrijf dat heel actief was met elektrische auto's. Ik heb een van de eerste auto's elektrisch in België gekocht, de Peugeot Ions. Ik heb een van de eerste of de eerste Tesla gekocht. Ik ben in 2006 begonnen aan mijn pad voor ecologisch te worden. Ik ben geen geitenwolle sokkenman, maar ecologie vond ik heel belangrijk. Dus ik wou alles ecologisch bouwen. Super geïsoleerd, waste recuperatie, warmte recuperatie, LED-verlichting avant la letter dat het bestond, zullen we zeggen. Was ik daar heel actief mee bezig. Domotica-sturing, uiteraard zonnepanelen, dat is de basis, zullen we zeggen. Maar vooral in transport, elke kilometer die je niet rijdt, is de meest ecologische kilometer. Dus zelf veel ecologischer dan de beste elektrische auto of een auto op waterstof of een of andere kilometer dat we niet rijden, is de meest ecologische. En dat heb ik geprobeerd door te duwen in al mijn bedrijven. Oké. Nu, als we helemaal teruggaan ook, Glenn, naar uw beginjaren. Ik wou bijna zeggen gloriejaar, maar dat is verkeerd woord. Je hebt uw school ook niet afgemaakt. Ja. Hoe komt dat, denk ik, is er iets bepaald? Allee, kwam de school of het onderwijs een tekort? Of hoe laten we eerst en vooral zeggen dat ik geen voorbeeld wil zijn voor de jongeren voor de school vroeg te verlaten. Het is een bagage dat je de rest van je leven op je rug draagt. Zoals een rugzak, maar met enkele lode staven in. Dus je moet een heel hard karakter hebben voor bij educatie de rest van je leven te doen. Dus ik heb alles wat ik moest weten, mij altijd in verdiept, maar dat heeft toch bloed, zweet en tranen gekost. Dus ik, ten eerste, dat is een oproep aan iedereen, maak uw school af als je nog op school zit. En dus het is zeker vast geen reclame voor stopt op je 16, begint je eigen bedrijf. Je hebt die basisopleiding nodig. Doe je school, werkt ze af. Hoe komt dat ik dat succesvol wel heb kunnen omdraaien? In school ging het mij allemaal een beetje, voor mij, te traag. En dat was ook een tijd dat je kon sneller gaan dan het lessenpakket dat ze in school geven. Maar het is toch zeer zwaar geweest later voor ook in talen mee te kunnen. We zijn Belgisch, een klein land. Dus het is belangrijk als je zaken wilt doen, dat je over de taalgrens heen gaat, over Vlaanderen heen gaat, of laten we zeggen, over België heen gaat, over die landsgrenzen of taalgrenzen heen. Dus het is belangrijk die
educatie, die basiseducatie te hebben. Nu door een sterk karakter, door in de juiste tijd, toen kon dat nog, nu wordt dat moeilijker en moeilijker, heb ik toch daar kunnen een successtory van maken. Dat komt ook omdat ik tegen Against All Odds heb doorgeduwd op verschillende zaken. Eén daarvan was, ik was in mijn jonge jaren, 12, 13, 14, 15, 16 jaar, DJ. En al mijn ouders, als die gingen eten met al hun vrienden, was keer op keer, wanneer gaat hem iets serieus doen? Jullie jongste zoon, dat gaat wel stoppen. En dat is zo ingeprent geweest, dat DJ in de jaren 80, zullen we zeggen, ja, dat was een hobby, dat was geen vak. Je moet een echt vak leren, je moet iets doen. En ik dacht, ja, als dat geen vak is, ja, zal ik dan aan alle DJ's gaan verhuren. Dus ik ben feitelijk, laten we zeggen, van het podium gevallen en naast het podium blijven staan in de entertainment business, de passie voor de entertainment business, dat is een rode draad in mijn leven, de entertainment business. Dus ik ben naast het podium blijven staan en ik ben geluidsverhuring, lichtverhuring en later ook videoverhuring en verkopen, leasing en allerlei andere activiteiten gaan doen. Maar dit is toch een zwaar pad geweest van heel hard te werken. En hoe komt dat je dan toch beslist hebt? Want ik vond dat een bewuste keuze was om toch alsnog van de schoolbanken te gaan en volledig dan te gooien misschien op je passie. Omdat de schoolbanken voor mij op dat moment te traag gingen. En omdat je toen, ik raad het iedereen af, dus het kan nu niet meer. Ja, ik had mijn vrachtwagen al gekocht en ik wou dingen gaan doen. Ik wou luidsprekers bouwen, ik wou die gaan verkopen, ik wou die gaan verhuren, ik wou met passie zaken doen. En ik vond dat niet terug in school. Maar dat was ook een tijd dat dat nog een beetje kon. En hoe komt dat je dan toch uiteindelijk want je switch hebt gemaakt naar ondernemer toe, van dan die DJ toch naar die verhuur dan? Ja, hoe is dan als je 13, 14, ja, 15 jaar bent, is dat geen switch. Je moet gewoon beginnen van student naar iets te doen. En ja, ik heb mijn eerste PVB-ake of mijn eerste eenmanszaak. Feitelijk is het begonnen als eenmanszaak en later een PVB-ake. Ja, dat was een logische evolutie. Ik vond dat mijn tijd erop zat in school en ik vond dat ik moest bezig zijn met luidsprekers te bouwen en die te verhuren. Is het eigenlijk, hoe word je eigenlijk een goede ondernemer? Of is dat effectief inherent aan u als persoon moet verbonden zijn? Leg het nog eens uit, de vraag. Hoe word je eigenlijk een goede ondernemer? Of is dat gewoon iets dat echt wel een stukje dat bij de geboorte is meegegeven geweest, als het ware? Eigenlijk? Ik denk dat een goede ondernemer in iedereen zit. Je moet in je eigen idee geloven. Je moet je eigen idee toetsen bij tientallen mensen. Je mag je niet laten overtuigen dat het een slecht idee is. Maar je moet je idee polijsten zoals een diamant, voordat je eraan begint. Ik zie vele entrepreneurs of start-ups beginnen met een idee dat volledig afgezwakt is van hun beginidee. Omdat ze met mensen hebben gepraat. Maar ik zie hen ook beginnen, entrepreneurs, zonder dat ze met mensen gepraat hebben. En heel snel stoppen. Dus het is een juiste balans van te voelen wat de markt, de mensen, nodig hebben. Dat is ja, een evenwicht, balans, zoals alles in het leven. Een balans tussen te communiceren over je idee met anderen, maar niet te veel. Dat je idee niet verwatert, of dat ze met je idee niet gaan lopen. Ik heb dat in mijn leven tientallen keren voor gehad, dat ze met ideeën van mij zijn gaan lopen en succesvolle zaken hebben gedaan. Dus het is een heel moeilijke balans. En eens dat je met iets opstart, heb je dan nog een paar moeilijke balansen. Hoe ga je communiceren en wanneer ga je communiceren? Marketing. Hoe ga je met mensen omgaan, commercieel? Hoe ga je mensen aantrekken als je wilt groeien? En hoe ga je jouw story, jouw idee, jouw gevoel, jouw passie naar je personeel overbrengen, zodat die dat kunnen overbrengen naar je klanten? En dat is altijd een moeilijke balans. Want een klant is koning, maar elk land heeft grenzen.
elke klant heeft ook grenzen. Dus dat is een balans vinden tussen de klant heel goed te dienen, maar binnen de grenzen, zodat je hem kunt goed blijven dienen. Allemaal moeilijke balansen. Dus hoe komt dat sommige mensen succesvol zijn? Omdat ze kennis hebben van die balans of geluk hebben in de juiste balans te nemen, te gebruiken. Welke, zou je 3 concrete tips kunnen geven aan jonge startende ondernemers? Ja, zeker. Heb je cashflow onder controle? Cash is king. Heb je visie met je mission statement goed onder controle en duidelijk gepolst in de maatschappij? En begrijp, je kan het beste idee hebben. Maar als je beste idee niet gemarketeerd wordt of niet gecommercialiseerd wordt, is het beste idee in je huiskamer of je slaapkamer. 3 golden tips. Dat klopt. Zeker die laatste. Nu, ik heb van de dag vandaag waar je nu staat, je hebt heel veel met AED Groep dan heel wat bereikt al. Had je ook ooit gedacht dat je zo ver ging staan in, omdat je waarschijnlijk ook een duidelijke visie hebt of had, of hebt liever, dat je ook echt fictief hier ging staan, waar je op de dag van vandaag staat? Ik had nooit de visie van een groot bedrijf te hebben. Ik had wel een visie van een bedrijf te hebben die als het verschil zou maken, een voorbeeldrol zou zijn. En ik kan zeggen dat AED Rent die voorbeeldrol wereldwijd heeft gedragen. Dus size doesn't matter. Het moest een gezond bedrijf zijn, het moest een voorbeeldbedrijf zijn en het moest een bedrijf zijn dat ik niet alles kapot doe van mensen of van natuur. Dus ja, misschien komt dat raar over, maar dat zat toch in mijn DNA. En uiteraard, last but not least, er moet toch een fun gehalte in zitten. Of je blijft het niet doen. Want je passie kan het grootste zijn. Je moet natuurlijk alles met passie doen. Maar je kunt iets met passie doen, maar als je fun weggaat, dan zal die passie ook weggaan. En waar zit je fun gehalte dan? Met de juiste mensen rond mij te werken. Met de juiste... Ik vind het heel leuk met klanten te praten. Al ben ik daarin soms heel misbegrepen, omdat ik nogal een heel duidelijke mens ben. En soms kom ik streng over. Dat is niet de bedoeling, maar dat is hoe dat is. Ja. Een vis die kan niet overkomen dan een hond. En een hond kan niet overkomen als een vis. Punt uit. Dus ja, mijn geluk is met mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen maken een deel van je leven uit. Ik denk dat ik dat niet genoeg in mijn leven heb gecommuniceerd naar mijn klanten. Dat zij ook zeer belangrijk zijn. Daar haal ik mijn passie uit en mijn plezier. Maar ook nieuwe zaken te doen. Ik heb nood aan nieuwe horizonten te verkennen. Is nu in geluid, is nu in licht, is nu in... In bouwen van, ja, je zit erin, in een filmstudio te optimaliseren. Ik vind het heel leuk iets vast te nemen, om te draaien en te verbeteren. Laten we zeggen dat ik daarin misschien een stuk wereldverbeteraar ben. Maar de jaren hebben mij al de nodige littekens gebracht dat je niet heel de wereld kunt verbeteren. Dus ik probeer het rond mij te doen. Misschien voor de hand liggende vraag ook, Glenn. Hoe is het eigenlijk om CEO te zijn van zo'n grote groep? Boeiend, leuk, beangstigend, lastig. Als je met vele mensen samenwerkt, die vele mensen kunnen al eens ziek zijn, kunnen al eens corona krijgen, kunnen al eens willen thuis zijn, kunnen al eens niet willen werken. Kunnen al eens niet aan hun werk denken, maar aan hun privéleven. En dat is een heel moeilijke balans. Zeker in ons vak met de technische werkloosheid hebben we toch vele mensen geleerd thuis te blijven, daar een loon voor te krijgen. Dus dat is beangstigend, de mensen terug in de entertainmentwereld op dreef te krijgen. Dat is beangstigend. Beangstigend voor hun. Niet zo voor mij, maar voor hun.
Maar wat is het leuke? Als je die mensen terugziet in hun passie werken. En je ziet die terug iets dat je hebt gegeven, een stuk leven dat je deelt. Dat is het mooie. Dus ja, als CEO heb je die beide kanten. En in welke mate sta je er ook soms bij stil wat je al gerealiseerd hebt? Het leven is zoals een trechter. Daar wordt tijd in gegoten. En die tijd die loopt snel daardoor. En hoe ouder dat je wordt, hoe sneller dat water, de tijd, door die trechter gaat. En eens dat door de trechter is, kunnen we nog eens naar die fles zien, maar het is gepasseerd. Vermits dat mijn leven vrij druk is, pak ik niet voldoende tijd voor diepziel duiken, te reflecteren over wat er gebeurd is en te reflecteren en te genieten van wat we hebben opgebouwd samen met al onze klanten in het vak. Dat moet in het algemeen meer tijd door de mensheid voor genomen worden. Vroeger hadden de mensen tijd voor gezegdes te maken, maar die hadden geen tv, die hadden bijna geen amusement spelen. Nu zijn we zo omringd door marketing, door beelden, door televisie, op elk puntje, op elk ooghoekje dat je krijgt, krijg je de data van marketing in jou. Ik denk dat de gemiddelde mens 20.000 tot 30.000 marketingprikkels per dag krijgen. Dus je krijgt zoveel dat we bijna ons leven worden geleefd. Dat is wel, dat is wel boeiend. Ja, dat weet ik niet. Dat moet iedereen voor zijn eigen uitmaken. Maar zonder dat we weten, als je hier rondkijkt, zijn er ook verschillende marketingnamen, zonder dat je weet dat je in je onderbewustzijn hebt. Je kijkt rond en je ziet een fles op tafel staan. Jij weet welk merk dat is zonder dat je daarin kijkt. Er hangt een televisie achter mij aan de muur. Jij weet welk merk dat is. Drie namen zijn er in uw kop, zonder in uw onderbewustzijn. En zo zijn er heel veel dingen. En nu zitten we hier afgescheiden in onze eigen ruimte. Probeer het in te denken als je met de auto rijdt. Men wordt overspoeld door data. Ja, om even terug te komen op daarnet ook. Had je het ook over de grootte van het bedrijf en zo. En dat eigenlijk geld niet uw voornaamste drijfveer is. Dat heb je ook eens verteld in een artikel. Maar wat is uw drijfveer dan eigenlijk wel juist? Wat drijft dingen juist, mens? Beter te maken. Ik denk dat dat mijn grote drijfveer is. Dat is mijn passie. En entertainment is mijn passie. Dingen beter te maken. Maar er zijn verschillende krachten in onze maatschappij. En soms met de beste intenties bereikt je doel niet. Kijk, in Antwerpen. Ik denk dat vele politiekers de beste ideeën hebben voor een ring rond Antwerpen te maken. Maar hoe lang zijn we al bezig daarmee? En dat is omdat enkele mensen daar misschien tegen zijn. Je hebt de wurggreep van de minderheid. Of je hebt de wurggreep van het individu. Maar dat is de democratie geworden. De democratie is een zeer mooi iets. Maar ook een zeer moeilijk iets. En een zeer fragiel iets. Klopt. Nu, ik vind dit veel beter, onze democratie, dan als we zien wat er in Afghanistan nu aan het gebeuren is. Dat klopt ook. Wat ik me ook afvroeg, Glenn, is wat ik zelf ook soms ervaar is, ik zit ook in een bepaalde, ik durf dat van mezelf te zeggen, geprivilegeerde leven, zal ik maar zeggen. En ik merk ook vaak, gelukkig ben ik er ook wel bewust van, dat heel veel een gewoonte wordt. Dus dat ik zo, in de zin van dat ik een bepaald comfort heb en dat ik dat comfort eigenlijk ook niet meer volledig kan appreciëren. En vandaar dat ik ook die vragen nu al stel. Of meer kan afstaan. Als we kijken, onze maatschappij is zo geëvolueerd. 50 jaar geleden of 40 jaar geleden, hoeveel kijkbuizen had een gemiddeld gezin? Amper ene. Nu een gemiddeld gezin heeft er, ik heb data van 2019, dat we 18 kijkbuizen hebben per gemiddeld gezin. Van 1 naar 18. Laten we zeggen in 50 jaar. Wat moet dat zijn binnen 50 jaar? Gaan van 18 keren meer kijkbuizen.
de aarde heeft niet genoeg grondstoffen voor dat te doen. Dus onze economie zal de komende 50 jaar veranderen. Want de groei van ruwe materialen te pakken, te maken tot een product en dat te verkopen in massaconsumptie. Kijk naar een elektrisch motortje. 50 jaar geleden had het gemiddeld gezien 6 elektrische motoren. We spreken nu van boven de 150 elektrische motoren. En de mensen die als twijfelen waar dat allemaal zitten, kijk maar eens in uw auto. De linkerspiegel die gaat op en neer en links en rechts 2 motorjes. Maar de rechterspiegel ook 2 motorjes. En uw zetel ook veel motorjes. En thuis, je moet maar eens kijken wat er allemaal motorjes heeft. Het is indrukwekkend. Speelgoed van kinderen, wasmachines, noem maar op. 180 elektrische motorjes heeft het gemiddeld gezien. En wat binnen 50 jaar? Van 6 naar 180. Dat is zo'n evolutie. Dat ik me toch vraag, stel voor de komende 100 jaar deze planeet en jouw kinderen en mijn kinderen en kleinkinderen. Ik vraag dat toch af. En iedereen zegt, ja, wat kan ik daaraan doen? Ik denk dat begint bij iedereen. Ik denk dat het de rechte vraag is dat je stelt. Ja. Want wat ik ook wou zeggen nog, even nog inpikken nog, aan u wel een vraag, Glenn. Worden voor u dan dingen ook een gewoonte, omdat je ook op een positie zit, mag ik toch zeggen, waar je heel veel mocht ervaren. Je hebt het ook zelf afgedwongen en je kunt wel zeer dat graag. Maar wordt het dan voor u ook niet soms zo van, ah ja, ik doe dit of ik kan met die wagen rijden of ik kan dat doen of ik weet ik veel wat. Wordt dat ook voor u een gewoonte of kan je echt nog altijd wel ten volle appreciëren of heb je daar niet zoveel problemen mee? Ik denk dat mensen allemaal een gewoontedier zijn. En ook ik. En op een zeker, er zijn fases in je leven dat je een auto heel belangrijk vindt of dat je kleding heel belangrijk vindt of... Er zijn fases in je leven. Mm-hmm. Ik kan zeggen, van wat geniet ik het meeste, dat is misschien platvloers, dat is met mijn kinderen gaan wandelen met mijn hond. Ik heb een Deense dog, Scooby-Doo. Ja. In het bos vind ik geweldig. Geweldig tof. Ik heb deze morgen met mijn kinderen om 9 uur spelletjes gespeeld, zo met 3 houten blokjes en nog eens 3 en nog eens 3, zo'n torentje. Je moet er stuk per stuk eentje uithalen. Ik weet niet hoe dat noemt, het spelletje, maar dat staat al het hele weekend op de tafel. En te pas en te onpas daagt een van mijn kinderen mij uit, of daag ik hun uit. Dus die kleine dingen, raar maar waar, het zijn de meest leuke dingen. Uiteraard, excessen is plezant. Maar een excess moet zo niet van u zijn. De drang voor van mij. Er zijn mensen die willen een appartement aan de zee en een appartement in het buitenland en in Spanje en in Portugal. Ik heb die drive niet meer, zal ik zeggen. Waarom niet? Omdat hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je dan moet onderhoud aan doen. En hoe meer onderhoud, hoe ongelukkiger dat je wordt als er iets niet in orde is. Dus het is mooi in balans te komen in je leven. En ik zeg niet dat ik er ben. In balans absoluut niet. Maar meer is voor mij niet nodig. Ja. Ik ben gelukkig. Heb je dan ook schrik om dingen te verliezen net omdat je zoveel hebt opgebouwd? Dat is leuk, want een paar maanden geleden zat ik met een van mijn beste vrienden over te spreken. Heeft een ontsteking, een spier afgescheurd gehad met iets weg te gooien. Maar iets licht weg te gooien en zijn spier is afgescheurd. En heeft nu hielspoor. Okay. Dus hij kan niet heel lang wandelen, want dan doen zijn hielen zeer. Okay. Door. En ook 52 jaar heeft hij mij op school gezeten. En wat viel mij op? Als ik naar mijn eigen kijk, hardlopen, dat kan ik bijna niet meer. Of ik moet 20 minuten me opwarmen. Dus in het leven, je wordt geboren en je groeit, je kunt meer. En er komt een moment dat je minder en minder kunt. En dat je minder en minder gelukkig bent. Ik kan niet meer een uur voetballen op topniveau. Wat onmogelijk. Als ik hier zit en ik zou moeten spurten weg van tafel, dan kan ik 3 maanden kin in doen. Dan heb ik ontstekingen. Dus in het leven, je gaat moeten aanvaarden dat dingen worden afgenomen. Ik woon in een groot huis.
Maar daar is veel werk aan. Ik ben terdege bewust. Nu, ik heb dat huis ooit gebouwd, 13 jaar geleden, voor mijn kinderen te zien opgroeien in dat huis. Want vroeger zat ik constant op buitenland. Dus ik ging mijn klanten uitnodigen naar mij thuis. En kost ik praten met mijn klanten en kost ik terwijl mijn kinderen zien opgroeien. Dat was het uitgangsstandpunt. Dus, maar nu, mijn kinderen beginnen volwassener en volwassener. Ik denk binnen 10, 12 jaar, 15 jaar, zal ik wonen op een appartement. Want dan heb ik de onderhoud niet van het huis. Dus, worden er dingen zo afgenomen? Ja. Ga je kunnen leven met minder? Ja. Het ergste vind ik kou hebben of honger. Maar ik denk dat dat de basis is dat we in Europa, in onze sociale omgeving, bijna iedereen dat kunnen bieden. Dus, zolang dat ze mij geen kou en honger zullen laten hebben, kunnen ze de rest allemaal afpakken. Dat zal ook gebeuren met de jaren. En hoe ga je er mentaal mee om? Eén, dat afpakken en twee, ook het feit dat je eigenlijk mentaal misschien nog wat mee wilt, maar dat je lichaam af en toe zegt van, Glenn, ja, even op de rem gaan staan. Vroeger kon ik 110 uur werken en een douche pakken en terug beginnen. Dat is nu onmogelijk. Als ik de nacht tot 3 uur met klanten, want je moet relaties soms bouwen, dus je blijft soms iets drinken. Als ik dat doe, ik heb de dag erachter last van mijn lichaam. Dat is niet meer hetzelfde dan op mijn 20ste. Dus hoe kan je daarmee om? Ja, je aanvaardt dat gewoon. Er zijn veel mensen dat daar problemen hebben met dat aanvaarden. Maar dan ben je ongelukkig met wie dat je bent nu. Ik ben zeer gelukkig. Ja, ik ben meer een topsporter. Ja, ik kan meer zo boemelen met klanten. Drinken dus. Dus dat is een evolutie in het leven. 52 is geen 27. Ja, dat is mooi wel van die acceptatie ook. Het is niet, Maar ooit zei mijn vader tegen mij, hij leeft nog eens 87 jaar. Ik zei tegen hem, dan was ik in de 20. Papa, ik kan 100 uur werken zonder problemen. En de week draagt er 100, en de week draagt er 100, en de week draagt er 100. Ik kan niets opbrengen voor het bedrijf. En jij? Jij kunt dat niet, hè? En dat is ongeveer een 30 jaar geleden, was mijn pa in de 50, mijn leeftijd nu, en zei, zoon, ja, ik moet u gelijk geven. Ja, jij kunt veel en harder werken dan ik. Ja, jij kunt veel meer gewicht pakken dan ik. Ja, jij kunt dingen verzetten dat ik niet kan verzetten. Jij kunt in een week werk verzetten dat ik 4 weken voor nodig heb. Maar, zegt hem, ik heb ervaring. En met die ervaring kan ik mensen sturen. En samen kunnen meer dan alleen. Dus ik moet een paar gelijk geven. Ik kan niet meer even hard werken als vroeger. Maar ik kan wel veel meer verzetten. Door mensen in hun passie proberen aan te sturen. Door mensen een gemeenschappelijk doel te geven. Door mensen een visie te geven. En door mensen stapgewijs te helpen in het uitrollen. En dat is een groot verschil. Ja, dat is de positiviteit van ouder worden. wat ik me ook afvroeg, is eigenlijk, heb je eigenlijk, omdat je heel veel uitdagingen op je pad altijd komen, ook dagelijks waarschijnlijk, zijn er ook nog dingen waar je echt nog een schrik of een angst voor hebt, dat die zouden gebeuren, zowel privé als maar professioneel? Kijk, wat er gebeurt, zal er gebeuren. Hè? Als er een kernbom valt op België, ja, dat gebeurt, dat kun je daar schrik van hebben. Ja, dat heeft niet veel nut voor daar schrik van te hebben. Ja. Je moet geen schrik hebben van zaken die misschien zouden kunnen gebeuren. Je moet bezig zijn met wat er vandaag op je pad staat. Een muis kan een olifant opeten. Het moet maar 2 dingen doen voor die olifant op te eten. Weet je wat dat is? Eraan starten, want als hij niet start, zal hem nooit die olifant kunnen opeten. Dat is 1, eraan starten. Lang blijven lopen. En 2, volhouden. Als hij die 2 dingen doet, en dat is voor alles.
voor mensen die als een bedrijf willen beginnen, twee dingen. Te gaan starten, of het gebeurt niet, en volharden. Blijven erop duwen. En dan zal het gebeuren. Om in die metafoor te blijven, Glenn, zijn er eigenlijk ooit momenten geweest in je pad waar je dan als muis eigenlijk onder de voet kwam van een olifant, dus dat je effectief een fout hebt gemaakt, of dat je dan overkijkt daarop terug? Tuurlijk. Ja? Wat is een van de grootste fouten? Of allee, in retro perspectief kijkt dat je denkt van die situatie te misschien beter anders aan. Mensen te vertrouwen. Ik heb een vennoot gehad dat gestolen heeft van het bedrijf. We hebben die correct behandeld, we hebben die correct uitgekocht. Vertrouwen die mensen. Ik heb een beste vriend gehad, die als werkte in het bedrijf. En die als het bedrijf feitelijk misbruikte. Vertrouwen die mensen. Ik was in Leuven de grootste werkgever in de gevangenis. Omdat ik geloof dat mensen die als iets misdaan hebben, want in principe zitten ze allemaal onschuldig, maar zullen wel allemaal iets gedaan hebben, als we die de kans niet geven om terug op hun levenspad te gaan, ja, dan blijft dat mensen dat iets gaan kunnen misdoen. Dus we moeten die een kans geven. Dus ik heb mijn flightcase in de gevangenis, ik denk 15 jaar, dat we in de gevangenis, nee, 20 jaar, 15 of 20 jaar, in de gevangenis van Leuven werken. En daar zijn sommige vriendschappen uitgegroeid. En sommige vriendschappen zijn daar ook gestopt. Dus mensen vertrouwen, dat heeft mijn grootste fout geweest. Maar zonder vertrouwen en zonder mensen kunnen niks opbouwen. Dus je moet mensen vertrouwen. Dat is zo weer al die balans. Het is wel een paradox een beetje, hè? Dat is een paradox, ja. Want hoe ga je daar nu mee om? Want allee, als je dan... Kijk, ik heb... Je kunt... De jaren heeft eelt gebracht op mijn vertrouwen van mensen. Dus ik heb een minder vertrouwen in mensen de laatste jaren dan vroeger. Laten we zeggen dat ik vroeger mensen gemakkelijk vertrouwde en dat nu mensen zich ietsjes meer moeten bewijzen in hun goedheid of hun doel. Ja. Dat is een spijtige zaak, maar dat is gewoon de slagen van de zweep. En de zweep noemt het leven. En hoe meer dat je meemaakt, dus hoe meer activiteit, hoe meer bedrijven, hoe meer dat je ook meemaakt in de negativiteit in mensen. Ook in de positiviteit, hè. Ook in de positiviteit. Maar wat blijft het hardste nazinderen? Iemand dat de straat overloopt en niet overreden wordt... Kijken mensen daar dan? Nee. Iemand dat straat overloopt en die wordt aangereden door een auto, daar kijken de mensen naar. Dus het hardste blijft de negativiteit nazinderen. Ik vind dat heel spijtig. Want duizenden mensen hebben al toffe dingen, tienduizenden dingen, ze hebben al vertrouwen laten zien en toffe samenwerking laten zien en toffe vriendschappelijke relaties. En enkele tientallen hebben mijn vertrouwen immens beschaamd. Ik wil niet zeggen dat ik niet meer mensen vertrouw. Ik vertrouw absoluut nog mensen. Maar dat is toch wel iets dat me bijgebleven is. Dat snap ik. Ja. In een eerder artikel ook, Glenn, heb je verteld, omdat we, ik kom even terug op die 100 uur per week werken, gaf je ook aan van ja, ik heb ooit eens een jaar 358 dagen van de 365 gewerkt. Ja. En dat je rond de 40's hebt gemerkt dat je niet meer in balans zat. Kun je eens vertellen wat er toen is gebeurd? Of wat die bewustwording van vandaan is gekomen? Ik heb vanachter in mijn 30-jarige een opname in het ziekenhuis gehad van een verkramping van een hartspier. Dat voelde like een hartinfarct. En dat was wel zo, bam, een wake-up call. Ja. Dus het lichaam dat u gewoon een sein geeft. Ik denk dat het lichaam... uw beste informatiedrager is. Die geeft aan wat dat kan en wat dat niet kan. En hoe bent je dan... Wat heeft het dan als effect in je leven teweeggebracht, die opname? Meer balans gezocht. Niet enkel 100% voor het bedrijf en mijn eigen kind. Mijn eerste zoon dat geboren werd. Op mijn 30ste heb ik bijna niet weten groot worden. Dat is gebeurd van de zijlijn. En dat is de reden dat ik ook gebouwd heb.
mijn huis, waar ik nog altijd in woon, met het idee, ik ga daar bouwen, dat ik plaats heb voor mijn klanten, collega's, te vergaderen, te onderhandelen, relaties te bouwen. Dat ik niet altijd naar hun moet gaan, maar dat ze ook naar mij kunnen komen. Zeer, zeer mooi om te zien. En heb je daar nu ook dan meer... Allee, hoe onderhoud je eigenlijk die balans? Heb je ook nog... Zowel, allee, hoe houd je fysiek en mentaal eigenlijk fit, dat zou zeggen? Ik denk dat iedereen wel hobby's heeft. Hè. Bij mij en sport. Soms zijn hobby's ook sport of sport ook hobby's. Bij mij, ik probeer 3 keer per week toch een uurtje te sporten. En bij mij is dat is echt het minimum. Veilig zou ik minimum 5 uur moeten sporten. Okay. En bij mij is dat fietsen. Dus de explosieve sporten kunnen niet meer, want dan heb ik direct frozen shoulders of ontsteking in knieën. Of, dus dat probeer ik 3 keer per week te doen. En ik probeer ook niet alles te doen wat dat enkel moet, maar ook dingen met passie. Bijvoorbeeld, ik heb grote passie voor de maatschappij iets terug te doen. Ik ben gestart met piloot te worden. Feitelijk was mijn doel medisch piloot, omdat ik zag dat het in België bijna niet aanwezig was. Dus als er ergens een zwaar ongeval gebeurt, dat er nood aan is aan een infrastructuur van helikopters voor medische zorgen snel te brengen naar de juiste mensen. Je hebt het gouden uurtje. En ja, dat was een passie, dat wilde ik doen. Er waren 2 dingen. Helikopterpiloot vond ik heel passioneel. En iets terugdoen aan de maatschappij. Ik dacht, dat is het mooiste wat er is. Ah, medische helikopter. Oké. Okay. Nu, bij mijn opzoekwerk heb ik gezien dat de groep eigenlijk echt een waanzinnige groep is. Dat eigenlijk echt wel een serieuze Belgische trots is ook. Dat ik zeker wel genoemd mag worden. En waar ik ook van verschoot, is de multi-inzetbaarheid van je studio's. Ik verschoot eerlijk gezegd van wat voor soort van events dat er eigenlijk allemaal in gedaan werden. Van ja, films tot de Gouden Schoen. Allee, allerlei. Ik verschoot er heel hard van eigenlijk. En in het verleden daarvan vroeg ik me eigenlijk af van ja, welke coole dingen hoop je dan nog mee te maken in je studio's? Ik had feitelijk de bedoeling met de studio's te kopen voor multidisciplinair dat te ontwikkelen. Feitelijk zijn de studio's veel te groot voor België ooit gebouwd. Dat was een project van Alphacam. Dit was een blikjesfabriek, Sobemi, in de jaren 70. Dat was een brownfield, dus een site in verval gekomen. Alphacam heeft dat gekocht begin 2000. Alphacam is ook failliet gegaan in 2013, omdat zij alleen 1 ding deden en niet genoeg visie hadden. Een beetje megalomaan en toch een stuk onbekwaam op sommige zaken. Ik wou multidisciplinair zijn, dat wil dus zeggen van lange termijn verhuur van kantoren, repetities, congressen, productvoorstellingen, corporate bedrijffeesten, corporate events, minibeurzen, entertainment voor kids, flexibel magazijnen, tv-opnames, filmopnames, commercial. Dus het ging niet over 1 ding. De site was te groot voor 1 ding te doen, dus multidisciplinair. En dat heb ik hier ook gedaan. Wat zou ik in de toekomst meer en meer willen doen? Ik vind kinderen heel belangrijk, het aanbod, we hebben dat in corona gezien, het aanbod voor entertainment naar kids, vind ik dat moet groeien in België. Dus dat is iets dat een grote passie heeft in mijn toekomst binnen de AID Studios. Het doel was met AID Studios België de filmsector op de kaart te zetten. Want film is een vrij proper industrie als we autobanden produceren of petrochemie. Dat is ook nodig, maar dat is een vervuilende sector. Film is feitelijk een creatieve sector. Ik wou een legacy laten dat België een belangrijker land zou worden van film. En daar heb ik zwaar op ingezet. En we zien dat er vele andere mensen ook zeggen, oh, ik ga ook een filmstudio bouwen in Vilvoorde of zo. En in andere zaken, in de Wallonie zijn er ook een paar.
Dus we zien dat België belangrijker wordt als filmlandschap. Vergeet niet dat die geld van het buitenland dat naar België komt en hier spendeert. Dat is economie. Wij moeten meer Belgen op de kaart zetten als een belangrijk filmland. Zijn er eigenlijk al heel van die gekke dingen dat je hebt meegemaakt in de studio zelf? Dan heb ik bijvoorbeeld een voorbeeld, is gekke verzoeken van een artiest. Want ik heb ook al gezien dat Simple Minds hier hun tournees komen voorbereiden. En dat ik kan natuurlijk niet over alles praten. Er zijn dingen dat discreet moeten blijven, ja. Maar ik kan een paar dingen zeggen dat leuke anekdotes zijn. Dus bijvoorbeeld de Kursk, de duikboot, die als gezonken is van de Russen in de Beringerzee, is ook gezonken hier in de studio's. De film is hier opgenomen en ze hebben dus een duikboot nagemaakt en hebben ze laten zinken hier. En de film is te bezien uiteraard op vroeger, een jaar geleden of 2 jaar geleden in de cinema, 2 jaar geleden. En nu vermoed ik dat je hem kan bestellen wel via een of andere provider. Dus dat was heel leuk. Nu, we hebben hier ook al een kerk gebouwd gezien, een volledige kerk, dat we zeggen. Amai. We hebben een stuk van Montmartre hier opgebouwd gezien voor een film. Okay. Ik heb ruimteschepen gezien, de cockpit opgebouwd. Ik heb een controletoren van de luchtvaart gezien van maar een van de jaren 70. Ik heb Grace of Monaco, het paleis gezien in Monaco, maar hier in de studio opgebouwd. Dus ik heb al veel excessen in film gezien. Film is toch een heel, ook passioneel, heel creatief en zeer artistieke wereld. Dus toch heel boeiend om te zien wat ze met houten latjes en verf doen. En zijn dat dan ook dingen dat jullie doen? Of moeten die props en die materialen, worden die dan specifiek echt voorzien door de eindklant dan? Of? Ja, wij zijn feitelijk met AID Studios een bedrijf die als voorziet van de infrastructuur. Dat wil dus zeggen de muren, de gebouwen, de magazijnen. Wij kunnen zaagmachines voor hout voorzien. Wij kunnen hoogtewerkers voorzien. Tafels, stoelen, klarken, voorheftrucks kunnen wij voorzien. Alle soorten verlichting, alle soorten luchtreinigers van UVC. Dus dat kunnen wij voorzien. Het creatieve, het artistieke en zelfs de acteurs, dat is iets wat wij niet voorzien. Dat is de bedoeling dat de scriptschrijvers en de producent hun gekste fantasieën van entertainment hier loslaten. Is er nog nooit gevraagd geweest als acteur dan, Glenn? Of, Ik ben blij dat dat nog niet gebeurd is. Ik denk dat ik een slechte acteur ben. Ik denk dat mijn huid niet bruin genoeg is en dat ik te groot ben. Dat mijn collega-medespelers dan op een krat. Ik ben 2 meter, dus in de film, dat pakt niet goed op camera. Voor elke markt is er wel iets, hè? Absoluut, absoluut. Wat nog iets heel cool was, vond ik, ook een van die dromen, denk ik, dat er hier ooit alleen een box-office film gedraaid zou worden. Want zelfs daar kunnen jullie faciliteren, vond ik ook enorm zo boeiend dat dat gewoon in België kan. Dat je eigenlijk zo'n film, dat gewoon kan worden opgenomen in een studio. Allee, in zo'n studio. Dus ik vind dat waanzinnig. We hebben Iron Sky, dat was toch een tamelijk een box-office die is opgenomen. Grace of Monaco met Nicole Kidman. Dat is geen lokaal actrice, zullen we zeggen. Nee. Dat is toch een wereldster. De Kursk, dat is toch de duurste film dat België heeft aangedaan. Ik dacht in de 40 miljoen euro voor een film. Dus ja, dat is heel leuk. The Fifth Estate, ook een Oscar-winnaar, is er hier ook opgenomen. Nu ook lokale films zijn hier opgenomen. Vlees en Bloed, André Hazes is hier opgenomen. FC De Kampioenen hebben hier zaken opgenomen. Dus er zijn vele films en ook vele series hier al opgenomen. Dus dat is boeiend. Nu is de vast Loïc de Kok. Loïc, de kok van VTM. Ah, ja. Ja, dat is hier ook vast. Ja. En ze doen daar ook nu een Frans programma voor. Ja, juist was ingeblikt een paar weken of maand geleden het nieuwe programma Dreams of Drive. Een soort Belgische Top Gear. Heel mooi programma. Wat ik vermoed dat een tweede en derde jaar en vierde jaar ook wel op tv zal komen. Dus familie, die zit hier thuis.
zullen we zeggen. Die hebben hun opnames, ze hebben hier een 16 filmsets. Dus er is heel veel, uiteraard, dat hier te doen is. Zelf buiten de film een heel leuk iets. De vaccinatiecenter van 7 gemeentes is hier ook in de AED Studios, in onze studio 9. En ik denk dat we uitgeroepen zijn tot het gezelligste vaccinatiecenter van België. Dus dat vond ik wel heel leuk te horen. En daarmee hebben we ook de allerhoogste vaccinatiegraad bereikt. Dus dat is leuk voor samen te werken met gemeenschappen en met politiek. Ga je dan ook soms, wat je dan ook zo heel hard getriggerd zou zijn, ga je ook vaak kijken dan naar zo'n opname? Of mag je dat niet altijd? Of, want je zit toch echt zo'n dienst uiteraard mag heel... ik overal binnen, maar ik probeer daarin vrij discreet te zijn. Dus ik durf wel langs gaan en de mensen goeiedag zeggen, maar ik hou mij low profile op de achtergrond. Ja. Als ze mij iets zullen of willen vragen, ben ik er. Ik denk in die 8 jaar dat ik het complex hier heb, dat ik nog maar 1 keer naar een programma echt gaan zien zijn. Oké. Nou, je hebt natuurlijk ook wel je tijd dat je moet verdelen, nog onder andere. Ja, ik ben er regelmatig, hè, zullen we zeggen, maar actief in de studio naar een programma gaan zien. Ja, er zijn vele andere mensen dat heel graag doen. Dus ik denk dat ik hier genoeg de kans heb voor van de zijlijn naar alle programma's te zien. Dat ik die kansen toch wil laten naar andere mensen. Nu snap ik ook wel veel beter door je stelling. Ik denk dat je het tijdens het vorige gesprek misschien hebt aangehaald van onze Belgische trots, dat naast chocolade en andere dingen, inderdaad ook echt wel die audiovisuele... De audiovisuele sector in België was een zeer, zeer bloeiende sector. Uiteraard door corona is mijn of onze sector heeft een flinke opdoffer gehad. En ik hoop dat zo snel mogelijk al die mensen met creativiteit, al die mensen met passie terug hun werk gaan vinden. En vergeet niet dat die sector, de entertainment sector, 9 kans op 10 gezorgd heeft dat je onder een spot van ons of met het geluid van de entertainment sector je eerste kusje aan je lief hebt gegeven en je vrouw hebt ontmoet. De kans is 90% op 100 dat je vrouw, partner, liefke, eerste kus onder een lamp of onder een luidspreker is gebeurd van de entertainment sector. Dus een heel belangrijke sector. Dat snap ik. Ja, jullie hebben ook heel veel studio's. Hoe waren het er nu eens? 16 studio's hier. Hoe houd je zoiets leefbaar en rendabel? Vraag ik me dan soms af, Glenn. Zoals ik dat straks zei, als we enkel film of enkel televisie zouden doen, was dit failliet. Dat is onhaalbaar. Maar door mijn ervaring in vele andere sectoren, probeer ik ook klanten van andere sectoren. U hebt straks zelf aangehaald, Simple Minds, repetities. Dus we kunnen uiteraard, mijn netwerk is vrij groot, wereldwijd, dat ik wel andere soort disciplines dan televisie en film ook naar hier kan halen. Dat is wel boeiend, want er zijn heel veel, uw potentie van klanten is zeer groot dan ook. Hè? Ik bedoel... Ja, elk bedrijf dat een bedrijffeest wil doen voor 100 man, 500 man, 1000 man, 3000 man, kan hier een unieke beleving. Er is nu in een van onze studio's een trouwfeest bezig. Ja. Deze avond zal het feest zijn. Dat is zoals de 1001 nachten. Volledig met bloemdecoratie en grote schermen. En er gaan 800 man dineren in een magisch gebeuren. Dus ja, je hebt alle soorten evenementen. Van trouwfeesten tot films. Wat mij ook meteen top of mind binnenschiet, Glenn, is... Hoe deelt jij je sales dan eigenlijk? Dat is misschien een beetje een off-topic question, maar hoe deelt jij die sales in? Want uiteindelijk, als zowel een Simple Minds bij wijze van, of een artiest liever je klant is, maar ook een particulier bij wijze van spreken die een trouwfeest geeft, of een ondernemer, of, dan heb je toch wel een heel brede range en moet je toch ook wel bepaalde focuspunten hebben. Waar maar zoals je weet, in de AED-groep is er meer dan enkel AED-studio's. Dat klopt. Je hebt ook AED-distributie, verkoop van professioneel geluid, licht- en videoapparatuur. Ja. Je hebt AED-display. Dus grote, complexe projectorprojecten met videoprojectie of grote LED-walls of mediaservers. Moeilijke zaken komen bij AED-display terecht. Ja. Je hebt AED-lease. Heb je een shoppingcenter dat je aan het opbouwen bent en je moet nog op het laatste
entertainment erin hebben. Evacuatie, nood, paging, dus geluidssysteem voor te zeggen, er is brand, iedereen naar buiten. Al die zaken wordt gedaan bij AED Distributie. En Lease kan dat gaan financieren. En neem nu, je hebt een cinemacomplex dat alle luidsprekers die als 20 jaar oud zijn, eruit moeten, er moeten nieuwe in. Ja, wij kunnen die verkopen, maar we kunnen die oude luidsprekers ook overnemen en terug gaan verkopen, omdat we ook een tweedehands afdeling hebben. En zijn de producten niet op tijd hier, omdat de fabrikant niet snel genoeg kan leveren, kunnen wij ons verhuurafdeling gebruiken voor materialen tijdelijk daar te zetten. Dus we hebben verschillende commerciële afdelingen. De ene commerciële afdeling is bezig met sales, dus projecten. Het andere is met verhuur bezig in de rock'n'roll wereld. En de AID Studios is vooral naar de corporate bedrijvenmarkt bezig. En dat televisie en film, eerlijk, die vinden ons wel. Er zijn niet zoveel zenders. Er zijn niet zoveel studios. Klopt. Ik hoop dat dat een antwoord op uw commerciële vraag wordt. Ja, toch wel. Toch wel. Want ik zou denken van ja, als sales zijn er dan, van hoe benadert je dan een bepaald doelpubliek? Want je kunt heel veel mensen aanspreken, maar dat maakt meer, makes more sense. Maar je had ook al aangehaald dat je echt wel een geboren innovator hebt, dat je toch graag dingen efficiënter maakt. En door corona heb je ook wel, denk ik, de nodige uitdaging gekend, van bezettingsgraad van 100 jaar naar 0, denk ik, bijna gegaan. Zijn zo'n dingen zoals AIDKD, dus de pop-up, hoe mag ik het noemen, een pop-up, zeg maar. AIDKD was meer iets, daarmee ga je het bedrijf niet recht houden. Ik denk dat AIDKD in het allerbeste geval 0,0, en vult zelf het getal in, van de omzet van de groep zal doen. Ja. En is feitelijk een apart gebeuren van de groep zelf. We hebben dan met een paar vrienden een bedrijfje gemaakt. Voor te zien hoe gaat de entertainment tak van naar de jongeren. Hoe gaat dat? En willen we dat verder laten groeien? In mijn idee, ik zou niet liever hebben dat we binnen 5 à 7 jaar hier een pop-up rutschbanen, clown tenten, een heel, laten we zeggen, een festival van entertainment voor de kids hebben. Want festivals zijn er genoeg voor de ouderen, maar niet voor de jongeren. Nu, nogmaals, het is niet wat ik denk dat het moet zijn, het is hoe dat de klant erop reageert. En we moeten zeggen dat AIDKD een koude opkomst heeft. We hebben alle social media communicatie gedaan aan iedereen en heel weinig bezoekers. Is dat omdat de mensen geen interesse hebben daarin? Dat zou kunnen, dat ze liever naar Bobbejaan, Schoepeland of andere landen gaan. Tomorrowland, dat gaat niet voor je kleine mannen, maar. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn door het slechte weer. We hebben nog nooit zoveel regen gehad in een zomer. Ja, het is in open lucht. Dus mensen, regen, kou, ja, die willen niet gaan spelen op een luchtkasteel. Of in outdoor met jeepjes de eerste keer hun kleine zien rijden. Dat gaat nu niet. Dus we zullen zien hoe dat takje zich ontwikkelt. Wat dat wel waar is, in corona hebben we grote successen met luchtontsmetting gehad, UVC. We zijn ook goedgekeurd door de Belgische wetgeving en regering voor lucht te reinigen met UVC. We zijn een van de weinige producten, want sinds enkele weken of maanden is er een nieuwe wetgeving over luchtfiltering of reiniging. Dus uw apparaten moeten gekeurd, getest, TÜV, en dat van ons is gekeurd en getest en ook TÜV approved. Daarin verkopen wij wereldwijd duizenden apparaten. En dat is raar, want het zou moeten honderden miljoenen apparaten zijn. Want corona is niet gedaan. We gaan hier blijven mee zitten. Een decade. Dat is een cru uitspraak. Maar ik denk dat iedereen dat wel stilletjes aan zal beginnen te begrijpen. Dat als we te snel zaken loslaten, en dat hebben we gedaan, dat we toch nog met besmettingen gaan zitten. En die besmettingen is niet erg, maar de mensen op intensive care is erg. Klopt.
Dus het coronacentrum dat hier gevestigd, het vaccinatiecentrum dat hier gevestigd is, zal nog wel even stand houden. Dan. Ik denk, maar daar zullen alle wetenschappers, die kennen daar veel meer over als ik. Ja. Ik denk dat er wel een kans is dat wij een tweede en een derde vaccin zullen gaan krijgen. En ik denk dat er een kans is dat corona hier nog 10 jaar wereldwijd wat rondhangt. En dat dat met vlagen, ups en downs, en dat we daar gaan leren mee leven. En een van die zaken is, we gaan iets meer moeten ontsmetten. We gaan misschien iets meer op grote openbare plaatsen mondmasker blijven dragen. Misschien, dat weet ik niet. We zullen zien hoe dat het evolueert. Ik hoop dat ik verkeerd ben. Ja, ik hoop dat iedereen, ik denk dat iedereen hetzelfde meehoopt. Ja, ik ga heel blij zijn als ik compleet verkeerd ben. Maar ik denk dat corona hier 10 jaar is en ik denk dat we daar toch nog een paar opstoten per jaar zullen van hebben. Ja. En ik denk dat het zeer belangrijk gaat zijn, niet alleen ventilatie, maar vooral luchtstroom. Want wij hebben geleerd met lucht, verse lucht en koude lucht, airco, naar de mensen te blazen. Mm-hmm. Maar we maken juist verspreiders van corona met ventilatie. Dus ventilatie is belangrijk. Maar we moeten ook rekening beginnen te houden met aerodynamica. En ja, ik als helikopterpiloot heb daar wel een vrij groot begrip. En we zitten met wereldwijd, iedereen dat ventilatie doet, vindt het logisch voor de lucht vers op jou te blazen. En veilig zou het moeten zijn de lucht van jou weg te nemen en te ontsmetten. Is eigenlijk de entertainmentwereld, want je hebt er net ook aangehaald, Glenn, dat een bloeiende wereld was, een tijd terug. Is dat eigenlijk een harde wereld, de entertainmentwereld, in de zin, vlak van business dan? Ik denk dat de entertainmentwereld een heel harde wereld is. Als we kijken op grote evenementen, ja. We zien mensen daar werken aan een heel laag loon. Ik praat niet over de DJ, de Dimitri Vegas, de Like Mike, maar ik praat over de make-up artiesten. Ik praat over de security. Ik praat over de mensen achter de toog. Ik praat over de mensen die als het opbouwen, de stellingen, het podium, de verlichting, de videoschermen, de decoratie, is soms een heel uitgewrongen business, heel harde business. En die business moet heel veel investeren. Dus ik zie daar heel veel mensen met heel grote passie bezig. Heel veel mensen met zware investeringen bezig. Heel veel mensen met heel veel liefde voor de perfecte show te brengen. Als je naar Rammstein of Metallica gaat zien, dat is wauw. En vele shows zijn wauw. Maar dat komt door honderden mensen daarachter. Die als die show tot stand brengen. En niet alleen de artiest. Klopt. Vele van die honderden mensen. Je moet indenken, als Rammstein in het Heizel komt, dat is niet de mensen op het podium hè, die als werk hebben. Dat zijn 1000 mensen daar rond. Hè. En soms worden die mensen onderbetaald en worden niet dankbaar genoeg in een bloemetje soms gezet, zullen we zeggen. Die hostess dat u begeleidt naar uw stoel, die security agent, dat zorgt dat je veilig kan weggaan. De mensen die als dat licht laten bewegen, die als die rookmachine, dat vuur, vuurwerkshow, wauw. Dat zijn feitelijk de echte artiesten. Samen met de echte artiesten op het podium staan, maar die kennen we allemaal. Ja, dan zal inderdaad wel corona er zwaar op hebben ingehakt, dan nog eens erbovenop. Zeer zwaar op die mensen, ja. Ja. Want hoe heb je eigenlijk op persoonlijk vlak dat doorgemaakt, corona? Ik moet zeggen, ik ben tot rust gekomen van het moment dat de lockdown was. Want ik heb voorspeld in januari, ook aan mijn personeel, opgepast, begint vuistjes te geven, ellebogen, voetjes te geven. En iedereen lachte met mij. En tegen al mijn managing directors heb ik gezegd, jongens, stop met investeren. Jongens, pas op, braaf, want wij gaan hier iets sensationeel meemaken, iets heel erg. En daar weer mee gelachen. Ik weet nog dat ik met verschillende topmensen van instanties in de maand maart
dineerde en ik zeg, ja, ik voorspel 30.000 doden. En er weer gelachen met mij. Topmensen. En dat is een heel spijtige zaak, maar niemand had dit meegemaakt. En dat is eigenlijk iets wat ik graag naar de wetenschappers zou zeggen, en naar de geneeskunde. Wij kunnen maar weten wat we kennen vanuit het verleden. Alles dat nieuw is, heeft de wetenschap geen weet over. En heeft de medische wereld, die super gewerkt heeft. Wauw, ik zie het constant. Wauw, wauw. Maar velen hadden niet de juiste tools voor te doen. Omdat de topmensen niet ervaren was met dit polymatiek corona. Het was een oorlog. En soms heb je een andere kijk nodig. Uw gestudeerde kijk, uw expert kijkhoek, die is soms te narrow voor alles wat er nog niet gebeurd is. Lesgevers over managementstijlen kunnen heel goed lesgeven, maar die stijlen hebben zij niet bedacht. Dus als je iets nieuw moet bedenken, moet je feitelijk een denktank hebben van mensen van de zijlijn en niet erin. Want soms heb je zo gestudeerd dat je enkel kent waarvan je studies hebt gehad. Dus ik vind het spijtig dat politiek niet genoeg op het bedrijfsleven heeft geleund. Want ik denk dat vele bedrijfsleiders hebben gratis ter beschikking zouden willen staan, inclusief ik, voor gewoon advies te geven, niet meer, niet minder. Hun kijkhoek, wat er ging gebeuren. En hoe komt dat je dan, Glenn, die voorspelling kon maken? Op wat was het dan gebaseerd? Kijk, als we keken naar de cijfers, die als niet juist waren, mm-hmm. En we keken in Japan, waren er verschillende studies al uit, in eind januari, begin februari, over aerodynamica, hoe dat een nanodrop, zich beweegt in de lucht. Ik kan nu nog altijd zeggen dat een nanodrop, als ik praat, ja, die grote druppels die gaan snel. Die kleine druppels die vallen stil in snelheid. Hier. Dat is zoals je een kogel afschiet uit een pistool. Dat gaat 1000 km/u, boom, omdat die massa heeft. Een kogel, een stuk ijzer. Maar als je een pluim daar zou insteken en je zou die in dezelfde snelheid afschieten van dat pistool, die pluim die gaat niet kilometers ver, hè, zoals een kogel. Die pluim die gaat meters ver, die valt neer. En dat is met die kleine druppeltjes. Die gaan centimeters ver en die beginnen veilig stil te hangen. En dat heeft Boston University, maar in Japan was de eerste studie erover. Met lasers en met camera's. Van waar zouden lasers komen en van waar zouden camera's komen? Toch wel van de entertainment business. Dus toen we hier heel goed aangeduid dat grote druppels snel gingen en kleine nanodruppels, ja, die bewegen en door dat lucht een viscositeit heeft, lucht is vaak heel sticky, vallen die, want die hebben geen massa, vallen die direct stil. Dat is like als je pluimpjes smijt, dat gaat niet ver. Maar als je iets met massa, een steentje smijt, dat gaat wel ver. Boeiend. Massa is gewicht. Er zijn al heel veel dingen die de AID-groep gedaan heeft. En waarschijnlijk ook Glenn Roggeman. Maar wat is een van de coolste dingen die dat je vindt dat je gerealiseerd hebt of gedaan hebt in je leven? Raar maar waar het medisch helikopterverhaal. Als we een klein kindje, ja, stervend is, sneller kunnen bij de juiste hospitaal krijgen, waardoor ze een laseroperatie kan hebben en het gered wordt, dat is wel het coolste dat ik in mijn leven al gedaan heb. En even nuanceren, ben jij dan ook als piloot echt actief? Of? Ik ben als technische crewmember, okay, in de helikopter. Dus ik ben niet piloot. Ja. Ik ben wel piloot, hè? Ja. Maar de piloot vliegt en ik ondersteun de werkload. Nu, toen dat die helipad gebouwd werd, was er ook wel wat tegenkanting tegen. Klopt. Omdat er ook een businessverhaal gekoppeld is, denk ik, naast het medische dan. Maar ik denk dat dat een groot
zout strooien in de ogen van de mensen is niet door mij, maar door andere mensen. In de studio's hier achteraan liggen hier een grote lap grond, wat allemaal groen is. En daar hadden sommige mensen voordelen bij voor daarop te bouwen. Je kunt indenken als je op een wat is dat hier, een 100.000 vierkante meter, als je daar groen allemaal mocht omkappen en kunt er allemaal woningen op bouwen, ja, dat zou veel meer geld opbrengen dan dat hij groen blijft. Nu, als een helikopter komt, mag er niks meer gebouwd worden in de richting dat hij vliegt. Dus je kunt indenken dat sommige partijen voordeel hadden, en dat is constant, constant in onze maatschappij. Mensen horen iets en denken dat ze de waarheid horen. Dus de waarheid is, als hier een helikopter kwam, kwamen hier geen bouwen van huizen. Dus doordat die mensen dat wisten, die eigenaars van die gronden, hebben die een heel anti-helikopter scenario neergestoken. Hebben ze gezegd, mijn kinderen gaan niet kunnen studeren en iedereen gaat kanker en de natuur gaat kapot. En hebben ze posters gemaakt met een vrouw, met hun haar recht omhoog, met zo'n grote trechter van lawaai en met kinderen die als niet kunnen studeren. Dus heel misinformatie. Maar dat is ook logisch, anti-helikopter. Ik kan zeggen, wij hebben nu ons vergunning al 2 jaar. We zijn tot de Raad van State. En de Raad van State zegt, ja, maar alles is in orde. Dus ik geef u uw vergunning. Wij vliegen hier de laatste 2 jaar constant. Er zijn hier nog nooit zoveel wilde dieren geweest. Ja, dat is het ding natuurlijk ook met waarheid. Glenn, is waarheid... Je hebt misschien feiten, maar waarheid kan ook soms subjectief zijn. In de zin van, wat is waarheid? Want... Iemand vertelt de waarheid A, is, iemand vertelt er is B. Na 8 jaar geen één bouw gezet. Ja. En alle bouws die zijn aangevraagd na de lijn van de helikopter, zijn geprotesteerd geweest. Dus er is niet gebouwd, dat is waarheid. Het is groen gebleven, dat is waarheid. Het is waarheid dat we geen geluidoverlast geven. En het is waarheid dat we geen CO2 meetbaar op de grond last of hinder. Niet meetbaar. Als een auto voorbij rijdt, een piek. Dat is de gemeten waarheid. En dat is de waarheid dat je kunt zien. Ja, ik had het niet zozeer over een helipad, maar als je nou ook wilt naar de tv kijkt voor je nieuws binnen te krijgen, dan kun je zeggen van oké, als je er niet naar luistert, ben je niet geïnformeerd. Maar als je er wel naar luistert, ben je misschien misgeïnformeerd, omdat je ook nooit niet weet van die nuance kunt leggen van oké, ja, er wordt hier iets verteld, maar... Maar ik denk dat de mensen... als ze diep genoeg graven, wel voldoende slim zijn voor hun eigen waarheid te maken. Maar als ze natuurlijk misgeïnformeerd worden en dat voor waarheid onmiddellijk aanpakken, ja, dan krijg je 4000 petities tegen. Ja, dat is misschien een beetje gelijkaardig, net zoals het coronaverhaal, dat er ook allerlei misinformatie achter gevonden worden, of gezocht worden liever. Ja. Je hebt natuurlijk al heel veel als persoon meegemaakt. Heel veel mooie dingen, veronderstel ik ook. Allee, toch de dingen die ik kan terugvinden online. Maar wat is nog een absolute droom dat je zou willen verwezenlijkt zien? Ik zou graag hebben dat in België 6 medische helikopters komt. In heel Vlaanderen en de Wallonie en Brussel. Omdat ik weet dat dat mensen levens gaat redden. Dus dat is een heel mooie... verwezenlijking. Ik zeg niet dat ik ze zal leveren, maar ik zal zeker en vast heel hard mee aan de wieg gestaan hebben dat ze er komen. Dat zou ik heel graag hebben. Tweede wat ik heel graag zou hebben, dat we de propere industrie, de film en de entertainmentwereld in België verder niet kunnen terug opstarten voor toch een propere industrie aan de volgende generaties te geven. En ook deze generatie toch een balans te geven in work-life. Festivalen zijn veel meer dan alleen maar lawaai. Festivalen zijn ook een uitlaatsklep voor vele mensen. En daarmee bedoel ik niet de 18, 19, 20-jarigen. Want als ik kijk naar die grote festivalen, dan valt het mij op dat er mensen
van 18 jaar zijn, maar ook mensen van 60 jaar zijn. En alles daartussen. Het is toch een heel brede spectrum. Het is spijtig dat soms die festivalen het zeer moeilijk krijgen door enkele mensen die als er tegen zijn. Dus enkele mensen kunnen het geluk wegpakken van honderden duizenden of miljoenen mensen. En dat vind ik een heel spijtige zaak. Dus ik hoop dat we samen met de maatschappij, met de nodige instanties, kunnen bouwen aan terug een gebalanceerd leven. Ja, dat klopt helaas wat je zegt. Ook om terug op je eerste droom te komen, Glenn. Ik ben natuurlijk daar niet zo bedreven in, maar ik was in de veronderstelling, dus medische helikopters. Ik was in de veronderstelling dat momenteel al toch een bepaalde ziekenhuizen waarschijnlijk over helikopters beschikken, dat die wel kunnen uitvliegen. Maar wat is dan net het verschil met wat jij wilt realiseren? Je hebt in Brugge één medische helikopter. Ja. En je hebt in de Walen één medische helikopter. Okay. En je hebt hier in de Vlaanderen onze Medic One. Bruggen is feitelijk geen medische helikopter, is een gewone helikopter. Zo'n beetje wat haaksjes inhangen. En de tweede piloot, of de crewmember, de helikoptercrewmember, eruit. En feitelijk mag dat niet. En daar leggen ze dan de patiënt los. Ja, maar het is een gedogen beleid. Dus een echte medische helikopter is gemaakt dat er twee piloten of vier ogen in de cockpit kan zitten. Soms moet je op moeilijke plaatsen landen. Dus ik hoop dat er niet die van Brugge en die van in de Walen, maar ik hoop dat er in België zes komen. Dit is nu een privé-initiatief dat we met de bedrijven ondersteunen. De Medic One, dat doen we al 8 jaar. Maar ik weet dat het gaat komen. We hebben gekozen, of de experts hebben gekozen voor kenniscentra's te maken in België. Dus dat wil zeggen, hospitalen met heel veel kennis van hart of van longen of van eender twa. Dus we gaan noodzaak hebben voor van een één ziekenhuis, dat een hartpatiënt, naar dat kenniscentra moet gebracht worden. Als je in Gerardsbergen ligt en je moet naar Aalst of naar Leuven, en die spitsuur, dan zou ik graag, als ik die hartspatiënt, en ik denk elke hartspatiënt gaat dat ook willen, zo snel mogelijk bij de juiste arts te geraken. Klopt. Maar dus jullie geven dan, jullie lenen helikopters. Kijk, overal ter wereld is ziekenhuis. Dat. In Nederland hebben ze dat. Ja. Daar hebben ze ook kenniscentra's. In Duitsland hebben ze dat. De ADAC heeft meer dan 50 helikopters. In Frankrijk hebben ze dat. In Engeland hebben ze dat. Dus overal ter wereld is dat. Ik verschoot dat ik in sommige landen, laten we zeggen, het oosten van Europa, als ik daar landde met een helikopter, en die mensen zeiden, kom eens zien, want die zien een medische helikopter landen. Toen als ik repatriëring vluchtte, want dat doe ik ook. Dus mensen dat ergens in het buitenland liggen, die willen toch voor medische redenen naar België komen, dan doen wij repatriëring via de nodige instanties. Als ik keek in sommige Oost-Europese landen en ik landde daar in een luchthaven tanken, dan verschoot ik soms dat die kraaknieuwe 6, 8, 12 medische helikopters hebben staan die als ze niet gebruiken, maar kraaknieuw, betaald met Europese subsidies. Daar verschoot ik immens van. Maar wat voor mij nog een beetje onduidelijk is, Glenn, is de momenteel hebben ziekenhuizen hebben die geen helikopters, dus die maken al gebruik van één, de Medic One, of die van in Brugge, in Wallonië. In Brugge vliegt alleen voor Brugge. Ah, enkel voor Brugge. Dus maar als ik zo voor ik een ongeval heb ergens, ik weet niet, in Brussel, ik moet hier mijn vliegtuig. Je hebt twee soorten zaken. Je hebt primair een ongeval. Ja. Daar hebben we in België een uitgebreid mug-covering-netwerk. Ook met helikopters dan? Of? Nee, met auto's. Dus helikopters zijn er eigenlijk maar drie die echt vliegen op ziekenhuizen, echt, of op die... Bruggen is alleen voor Bruggen, want dat is met wat sponsoring van gemeentes en sponsoring van bedrijven. En dan in de Walen is het feitelijk een initiatief die als 20.000 members hebben. Ja. En iedereen betaalt een stukje bij aan een helikopter. Oh, ja. Dus dat is ook feitelijk niet van een ziekenhuis. En hier in Vlaanderen, zullen we zeggen, de Medic One, is feitelijk iets een privé-initiatief. En
wij vliegen naar de meeste universiteitsziekenhuizen. Op hun vraag dan? Op hun vraag. Oké, vooral duidelijkheid. Wat is de grootste misvatting die mensen van u hebben? Dat ik onbereikbaar ben. Dat ik heel moeilijk ben. Dat ik een heel harde zakenman ben. Mm-hmm. Ik ben feitelijk heel bereikbaar voor iedereen. Je hebt dat gezien, je hebt mij gebeld, ik ben heel bereikbaar. Ik wil duidelijkheid. Dus als dat verward wordt met een harde zakenman, nee, duidelijk. En ik wil een eerlijke deal waar dat beide partijen gelukkig van zijn. Ik wil het laken niet naar mij trekken, maar ik heb ook niet graag dat een leverancier of een klant het laken compleet naar hem trekt. Er moeten beide mensen gelukkig zijn. En dat wordt soms verward dat ik een harde zakenman ben. Nee, ik heb graag de cursor in het midden. Oké. Op een gegeven moment komen we helaas allemaal te overlijden. Alleen helaas, voor sommige mensen misschien niet. Maar als er één moment is wat ik dat je zou mogen meenemen, naar, ik zal het even omschrijven als het hiernamaals, welk moment zou dat zijn en waarom? Geboorte van mijn kinderen. Ik ben geen gevoelensmens, ik ben meer een zakenmens. Mm-hmm. Maar geboorte van mijn kinderen waren de meest intense momenten van mijn leven. Dus dat. En wat doet dat met een mens? Want ik kan daar niet van spreken natuurlijk, maar iemand... Bij leven en welzijn zul je dat meemaken. Kijk, de grootste beer van een man wordt een teddybeer dat je onder de deur kunt schuiven als die puur is van ingesteldheid. Dus wat doet dat met iemand? Dat is een band voor het leven. Mm-hmm. Dat is iets zo fragiel, een baby dat geboren wordt. Ja, die heeft u nodig, want anders kan die niet overleven. Als je die hier legt, ja, die kan niet verder. Klopt. Dus dat is toch een tamelijke, een emotionele rotsbaan. Dat ik toch voor iedereen gun. En ik hoop dat iedereen daar open voor staat, voor dat te appreciëren. En dat ook een beetje te eren als het belangrijkste moment in je leven. Ja, ik... We hadden het juist ook in het gesprek, in het begin van het gesprek, over loslaten ook. Hoe gaat dat bij u zijn en bij uw kinderen, denk je? Want op een gegeven moment, liefde is ook ergens loslaten in de zin van vrijheid geven. Ik heb een zoon, die is 22. Ja. En kijk, soms zie ik die 2 weken niet en soms zie ik die om de 3 dagen. Dus loslaten moet organisch gebeuren wanneer dat hem er klaar voor is. En als hij 16 was, had ik gezegd, je bent 16. Nu wil ik dat je de helft van de vakantie werk, een job zoekt. Want je moet weten wat een euro is en wat dat 10 euro is als je naar de cinema gaat. Dat kost geld. Ja, maar hoe lang moet je daarvoor werken? Je moet de waarde van het geld kennen. Dus hij moest van mij de helft van de vakanties tussen 16 en 18 jobstudent zijn. En hij moest daar zelf voor gaan solliciteren. Dat mocht in een van mijn bedrijven, maar moest dat met de HR doen, zonder dat ik hem helpte. Na zijn 18, hij wou stoppen met de school en hij wou gaan werken. Ik heb gezegd, als je dat wilt doen, ik ben de slechtste man voor nee te zeggen, want ik heb op mijn 16e gestopt. Maar ik heb graag dat je school afwerkt en dan is dat nu voor het pad van het leven te gaan verkennen. En dat ga je moeten doen zonder mij. Dus hij was feitelijk, niet welkom is een groot woord, ik wou dat hem eerst 5-10 jaar op zijn eigen benen stond, eigen jobs gaat zoeken, eigen de slagen van de zweep van het leven en van de maatschappij en de waarde van het geld heel goed leerde kennen. En dan is hij welkom bij mij. Snap ik, mooi gezegd, want soms ook wel mensen die vaak nogal controle willen behouden over een situatie of over een bepaalde... Ik denk dat liefde heel moeilijk is in de hand te houden. Ik denk dat liefde zoals zand is. Dus als je je hand openhoudt en je beschermt het tegen de wind, of dat je het plat duwt, dan gaat het overal tussen je vingers wegglippen. Dus ik heb hem beschermd en ik blijf hem beschermen, maar hij moet op zijn eigen benen staan. Dat snap ik. En hij moet zijn eigen fouten maken en hij moet zijn eigen problemen tegenkomen. En dan is hem welkom. Dus als je dat mij vraagt, tussen 5-10 jaar later, 5-10 jaar op zijn eigen benen staan, en dan mag die, als die wilt,
als die wilt, in een van de bedrijven meebouwen aan de toekomst. Als die dat wilt. En wilt hij iets anders doen, dan zal ik hem ten volle steunen met het advies en met mijn ideeën over hoe dat ik de zaken zie. Oké. Okay. Wat is een van uw slechtste gewoontes, Glenn? Dat zijn er velen, hè? Ik ben een mens. Hè? Mocht er ik betrap mijn eigen soms dat ik aan mijn neus krap en ik vind neuspeuteren bijna een grappig iets. Als je aan de lichten kijkt naar andere auto's links-rechts, dan zie je mensen soms in hun neus peuteren. Of zie je mensen soms met mond open zitten. Straf. Dus ik denk dat we allemaal, rare gewoontes hebben. Klopt. En slechte gewoontes. Zolang dat we anderen daar niet mee beschadigen of pijn doen, dan vind ik het nog aanvaard. Dat is waar. Waar krijg jij kippenvel van en waarom? Van passionele momenten, van mensen die als iets doen, against all odds, in hun passie en er toch in slagen. Oké. Ik heb ook gelezen, correct me if I'm wrong, dat je ook wel een supercar fanaat bent of een verzamelaar. Dat klopt. Ik denk dat elke man in zijn, op sommige momenten van zijn leven wel een zekere passie voor auto's heeft. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik wel wat auto's heb al gehad in mijn leven. Uh-huh. En ik mag me gelukkig prijzen dat ik op het juiste moment soms auto's weet te kopen en te verkopen. Dat het mij vooral niet veel centjes heeft gekost. Ik mag zelf zeggen dat het mij geld heeft opgebracht. Omdat ik passie heb over zeer hyper sportcar en supercars. En soms kan je die kopen en een jaar later met winst verkopen. Wel, mijn vraag is, wat is je volgende, of wat is echt een droomauto dat je zeker nog in je collectie zou willen hebben gehad of hebben? Ik probeer, mijn collectie bestaat nu uit één auto. Die wat je mee is aangekomen? Ja, de BMW 7 okay. Hybrid. Ik had daarvoor een Porsche Taycan. Daarvoor een X7. X7 was ik geweldig gelukkig mee. Maar ik was ontgoocheld door zijn verbruik, uiteraard, naft. En ik ben toch teruggegaan naar elektrisch. Ik had de eerste Tesla gekocht. Ik had ook de eerste Ludicrous erachter Tesla. Dus ik heb 5-6 jaar met Tesla gereden, vanaf de eerste. En daarachter heb ik toch zoveel mogelijk proberen een balans te vinden. Want ik vind ook wel iets mooi te rijden met een auto dat heel mooi lawaai maakt. Een supersportwagen. Maar dat is dan zoals een goede wijn voor van te genieten. En niet dagelijks zoals water te drinken. Dat klopt. Dus ik probeer mijn footprint toch in balans te houden. Oké. Okay. Top. Glenco, super. Dank je voor je tijd ook. En, graag gedaan. Ik hoop dat het interessant was voor jou en voor de kijkers en de luisteraars. Ik denk van wel, voor mij alleszins wel. Dus, en ik hoop ook gewoon dat ik... ik wens je gewoon alles toe waar je niet van durft te dromen, Glen. Geluk en gezondheid. Kijk. Dat vind ik al meer als genoeg. Dan zijn we een gelukkige mens, hè? Dan zijn we al een heel gelukkige mens. Als je die twee eigenschappen gelukkig kunt mee zijn, dan zijn we al heel ver. Tof. Dank je wel. Dank je wel.